Kenneth, nu Heracles achter de rug is, mogen we het eindelijk over de bekerfinale hebben. Voelt dat ook een beetje zo in de spelersgroep? Ik denk het wel. Iedereen is er een beetje mee bezig en ja, het begint steeds dichterbij te komen. Ja, is dat ook spanning? Is die voelbaar? Nou, dat valt op zich nu nog wel mee. We hebben gisteren gewoon getraind, lekker getraind en vandaag gaan we het weer doen. Wat is het gevoel? Wat voel je in de richting zo'n finale? Ik niet zoveel eigenlijk. Hetzelfde als normaal. Misschien moet het nog komen, maar op dit moment ben ik nog vrij ontspannen. Ja, jij bent een vrij koude kikker. Je bent niet zo snel in de war te brengen, dat weten we. Maar zie je het bij je teamgenoten wel, die ook voor de eerste keer finales gaan spelen? Nou, je merkt wel toch in de kleedkamer dat iedereen er naar uitkijkt. En ja, iedereen praat erover, zijn ermee bezig. Dus ja, we hebben er allemaal zin in. Jij bent een ervaringsdeskundige wat betreft het spelen van finales. Je hebt er zelf twee onder de lat gestaan in de bekerfinales in de Kuip. Kan jij nog iets tegen die jongens zeggen uit die ervaring? Oh ja, dat zijn wedstrijden op zich. Het is denk ik zaak dat je moet genieten. En, ja, het is één wedstrijd waarin je alles moet geven. FC Utrecht, de tegenstander in de Kuip. Hebben jullie al twee keer van gewonnen dit seizoen? Maakt dat jullie ook automatisch favoriet zijn zondag? Nee, ik denk het niet. Bekerwedstrijden zijn altijd wedstrijden op zich. En het is nu een finale. Utrecht zou er ook wel alles aan willen doen om de beker te kunnen winnen. Maar ja, wij moeten dat zien te stoppen en zorgen dat wij na het fluitende jaar met de beker omhoog mogen staan. Ja, en maakt dat het verschil, winst of verlies zondag, in een goed seizoen of een minder seizoen? Nou, iedereen weet natuurlijk hoe het seizoen is verlopen en de beker is een prijs en ja, je voetbalt natuurlijk om de prijs en het is zaak dat we zondag de wedstrijd gaan winnen. En natuurlijk, als je het vergoedt natuurlijk niet het hele seizoen als je de beker pakt, maar het vergoedt toch wel een hoop. Maakt het dan nog veel uit dat het een wedstrijd is in jullie eigen Kuip, dat je in je eigen kleedkamer kan zitten enzovoort? Misschien wel een beetje natuurlijk. Het is ons stadion waar we eigenlijk wekelijks spelen. Dat speelt misschien wel een rol, maar het zal nu voor de helft gevuld zijn met Utrecht supporters en voor de helft met onze eigen supporters. Maar dat neemt niet weg dat we thuis spelen. En heb je zelf nog een droomscenario voor jezelf in je hoofd? Pingel stoppen of zoiets? Nee, helemaal niet. Ik heb het liefst dat ik helemaal niks te doen krijg en dat we een gemakkelijke wedstrijd hebben. Maar dat zal het niet worden. Utrecht is ze hebben een goede ploeg. We hebben ze al twee keer dit seizoen tegen ons laten zien en in de bekercampagne ook als we PSV in uitschakelen met goed voetbal in Eindhoven. Dus we weten dat het gewoon een moeilijke wedstrijd zal worden.